Als ik jog, dan focus ik mij op mijn ademhaling, op mijn benen, de ene stap naar de andere zetten. En kan ik gewoon echt genieten van mijn omgeving. En zo zie ik ook het mooie in mijn omgeving, in hetgene rond mij. En dat inspireert mij wel. Ik heb vroeger als klein meisje met mijn moeder altijd naar de zoo gegaan. En daar tekenden wij dan de dieren en zo. De eerste tekeningen die trokken echt op niks. Maar van mijn 8 jaar ben ik dan in de tekenschool begonnen. Ik heb dat dan volgehouden tot het 6e middelbaar, dus dat is redelijk lang. En de laatste 2 jaar kun je dan een soort van atelier kiezen. Je kunt tussen verschillende dingen kiezen, maar ik heb gekozen voor schilderen, grafiek en tekenen. Ik ben gestopt in de eerste 2 jaar van mijn universiteit. Ik heb een studierichting gedaan waar je creatief tussen haakjes moet werken. Want je moet eigenlijk je creativiteit instellen voor de docenten. En ik werd daar mentaal ook door gedraineerd. Ik had zelf geen zin meer om te tekenen of zo. Ja, je mist dat dan toch wel. Je hebt zoiets van, je voelt je slecht omdat het er niet uitkomt. Mijn grootste supporter is toch wel mijn lief, de Lennart. Ik ken die nu al 6 jaar. Ja, het betekent wel heel veel dat hij mij altijd blijft steunen. Het werk dat ik voor mijn vriend heb gemaakt, daar ben ik eigenlijk het trotsste op. Ik heb dat voor hem gemaakt, maar ik heb daar wel mijn hart en mijn ziel in gestoken. Ja, het liefde zeker. Met dit werk denk ik dat ik het mooiste geëvolueerd ben. Ik ben van een redelijk sterk begin naar een nog sterker einde gegaan. De ronding van de billen, van de kromming van de rug, het kleurengebruik. Ik denk dat ik hier me toch wel een klein beetje overtroffen heb. Als mensen vragen, wat is nu je stijl? Goh, ja, daar kun je eigenlijk nooit niet goed op antwoorden. Je hebt een stijl en die verandert in de tijd. En dat is ook het mooie daarvan. Het is niet iets sec dat voor heel je leven hetzelfde blijft. Je evolueert naar een betere artiest. Mijn grootste criticus, dat ben ik gewoon zelf. Want als kunstenaar blijf je eigen foutjes zien. Je ziet zo dat kleine, inimini dingetje dat je dan net anders zou willen doen. Maar de kunst blijft om op tijd te kunnen stoppen. Zodat het net op dat juiste moment is dat het af is. Schilderen en tekenen, ik denk dat dat gewoon altijd iets geweest is in mijn leven. En als ik dat niet meer zou doen, dan zou ik echt zoiets missen van mezelf. Dat is een uitlaatklep, dat is een deel van jezelf. Jezelf zien vooruitgaan, ik denk dat dat wel mijn drive is. Gewoon altijd beter worden en genieten van wat je aan het schilderen bent. Vechten met je kleuren, met je penselen. Ja, ik denk de uitdaging, daarom doe ik het, voor de uitdaging.